Ik kreeg te horen op mijn vakantieadres eind augustus 2006 dat ik waarschijnlijk een hele zware tumor had. Daar is toen ter plekke een CT-scan gemaakt. En ik ben met een serie foto's naar Nederland gekomen in een bruine envelop. Ik heb ze niet opengemaakt. En ik kwam in Utrecht via de huisarts met de foto's. En er is toen een nieuwe CT-scan gemaakt. En daaruit bleek dat ik nog maar een heel korte tijd te leven had. Mijn lever was 70% verkankerd. De galwegen waren omkranst met kankercellen. En ik had nog maar even, er kon niets gebeuren. Er kon niets meer gedaan worden. Ik kon geen chemo krijgen, dat had geen zin meer. Bestraling had geen zin meer. Ik was opgegeven. Zo, nou. De prognose was dat Harmen nog maximaal een half jaar te leven had. Toevallig had hij over hyperthermie en dendritische celtherapie gelezen in een interview met dokter Robert Gorter. En nadat Harmen ook van andere patiënten goede ervaringen daarover had gehoord, maakte hij de keuze zich te laten behandelen in het Medisch Centrum Keulen. Nou ja, het was dus einde verhaal. En ik kwam bij hem en hij zei, ik kan je niet beter maken, maar misschien kunnen de behandelingen aanslaan en dan heb je nog waarschijnlijk kans dat je nog een tijdje leven mag. Kwalitatief ook normaal of goed leven mag. Kussen? Ja, graag. Begin september 2006 wordt bij Harmen gestart met de dendritische celtherapie in combinatie met hyperthermie. En al heel snel merkt Harmen resultaat. Na de eerste behandeling al was de gele kleur van mijn lichaam af. Mijn ogen waren groen voordat ik hier kwam. Ik heb twee stents ingeplaatst gekregen in Utrecht om de gal te laten doorstromen. En dat lukte niet. Ik bleef geel. En ik heb hier één behandeling gehad. En het was weg. Twee dagen later was het weg. Op advies van dokter Gorter verandert Harmen ook rigoureus zijn levensstijl en voedingspatroon. Harmen leefde altijd een bourgondisch leven en zorgde naar eigen zeggen slecht voor zijn lichaam. Harmen ziet zijn vroegere leefstijl ook als een van de oorzaken van zijn kanker. Ik hou heel erg van het leven. Ik ben een creatief mens en toen ik hoorde dat mijn leven afgelopen was, dacht ik alleen, maar ik ga naar Duitsland en ik zie wel. En ik heb gedacht, ik heb een mooi leven gehad en ik ga stap voor stap iedere dag proberen te werken aan dat tussen haakjes genezingsproces, als dat mag gebeuren. Door gewoon te leven in een verbeterde versie. Dat wil zeggen, vroeger at ik alles wat ik tegenkwam, omdat ik zoveel dingen lekker vind. En nu beperkte ik dat. Ik ben dat gaan beperken met alle plezier. Tot alleen maar biologische producten. Geen suiker. En ja, en zo positief mogelijk leven. En dat is een stuk genezing, denk ik. Ik heb nooit gedacht, oh, wat ben ik zielig, of wat erg is dit. En ik was me heel bewust van dat ik eigenlijk mijn lichaam voorbijgelopen was. Dat ik helemaal niet dacht aan de gezondheid van mijn voertuig, van mijn lichaam. En dat was eigenlijk een nieuwe uitdaging. Ik dacht, ja, maar ik moet me veel meer richten en ook praten, spreken met dat voertuig, met mijn organen. Want
die houden mij vrolijk. Die zorgen ervoor dat ik kan genieten van dat leven. En ik ging aan mezelf voorbij, aan mijn lichaam. Ik stopte me vol met alles wat ik tegenkwam. En ik dacht niet eens van... maar je leven moet dat allemaal wel verwerken, hè? Dat dacht ik niet. Ik leefde maar en ik dacht alleen maar aan dingen buiten mij en aan de creatieve dingen van wat ik kon uiten. Zo, 10 miljoen dendritische cellen, heel vitaal. Fantastisch. Harmen krijgt het eerste half jaar maandelijks dendritische cellen ingespoten. Vervolgens 2 keer om de 3 maanden en daarna om het half jaar. Steeds in combinatie met hyperthermie. Ik heb 3 keer in een soort zo'n tent gelegen waarin ik dus helemaal afgesloten was. Alleen mijn hoofd is er dan uit. En dan wordt er koorts opgewekt door allerlei slangetjes en dingen. Dan wordt je hart goed bewaakt. En dat duurt dan ongeveer 3 tot 4 uur, die behandeling. En ik krijg plaatselijke hyperthermie nog behandeld. Dat wil zeggen dat er een soort kussen op je, op mijn leverstreek dan ligt. En dat is een uurtje. En dan krijg je vitamine C, selenium en een neutrale vloeistof tussendoor. Maar dat is alles. Dus ik krijg alleen maar natuurlijke stoffen binnen. Ik krijg niets wat mijn lichaam belast of mijn organen belast. Dat doen we op een paar plekjes in de huid. Dendritische celtherapie geeft geen bijwerkingen, behalve wat griepachtige verschijnselen. Een teken dat de behandeling aanslaat. Je krijgt er even koorts van. Dat is ongeveer, het begint een uurtje na de inspuiting. En dan blijft dat ongeveer 1 uur of 8... loopt die koorts wat op. En dat is bij mij dan ongeveer 39,5 of zo. Maar dat voelt op een of andere manier goed. Omdat je voelt dat er iets positiefs aan het werk is. Je voelt je niet ziek. Je voelt een soort reuma-achtige pijn. Dus echt koorts. Maar op een of andere manier weet je lichaam dat het nodig is. En dan voelt het anders als dat je plotseling koorts krijgt. En dat je denkt van... ik moet daar iets tegen doen. He, je weet ook dat het bewust wordt opgewekt. En ja, ik heb fantastische resultaten. Het gaat zo goed, joh. Ook MRI-scans bevestigen dat de behandeling succesvol is bij Harmen. In maart is er een eerste scan gemaakt in Duitsland. En daaruit bleek dat er niets meer te zien was in de lever. Helemaal niet. Geen verkeerde dingen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Althans, in het algemeen kan dat gewoon niet. Dus professor Gorter was ontzettend blij. We waren allemaal heel erg blij. Maar iets in mij dacht, ja, maar dit klopt niet. Die scan is niet goed geweest of wat dan ook. Tijdens nog een scan gemaakt. Dat was in juni 2007. En... er is weer geconstateerd dat er dus niets meer te zien was. En op dat moment, toen ik voor de 3e keer hoorde dat er dus verder niks te zien was, werd in dat bloed geconstateerd. Toen dacht ik, ja, maar dan moet het toch goed zijn. En dat je een tweede kans krijgt, hè, dat je weer leven mag, dat is iets dat kan je brein helemaal niet aan. Dat duurt echt een tijd voordat je beseft, ja jongens, maar het is echt zo. En hoe kun je dankbaar zijn? Ik kan dankbaar naar God zijn, ik kan danken, maar er zijn in wezen geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor mijn dankbaarheid, werkelijk. De dendritische celtherapie lijkt Harmen te hebben genezen van zijn uitgezaaide galwegkanker. Het is nu juni 2008... En ik moet echt uitkijken dat ik me een beetje rustig hou. Want ik ga weer om 1:30 of 2 uur dat ik het licht 's nachts pas uitdoe. En ik maak muziek, ik schilder, ik leef mijn gewone leven. Maar ik moet natuurlijk wel uitkijken dat ik weer niet
te veel dingen doe bij elkaar. Dus ja, het gaat zoals het vroeger gaat. Alleen moet ik nu dus een beetje mezelf in acht nemen. Dat ik ook dat ik meer rust neem tussendoor. Niet dat het weer in een herhalingsproces komt, daar geloof ik zelf niks van. Maar ja, ik voel me fantastisch. Het gaat heel erg goed met mij. En mensen zeggen ook dat ze helemaal... ze zien ook echt helemaal geen dingen aan mij die waarbij je kunt zeggen... Nou, die is ziek of die persoon voelt zich niet goed. Ik zie er gezond uit. Ik kan alles doen. En ik heb mijn energie volledig terug. Dus ja, wat wil je nog meer? Het is alleen maar dankbaar zijn. Dus en dat ben ik natuurlijk. Dat is zonder twijfel. Ik ben gewoon een heel gelukkig mens. Dat Harmen volledig genezen lijkt te zijn van uitgezaaide galwegkanker wordt steeds aannemelijker. Nu, januari 2010, 3,5 jaar na zijn diagnose ongeneeslijk te zijn, leeft Harmen een volledig normaal leven met een uitstekende kwaliteit van leven. Ik schilder veel. Ik schrijf nog wel poëtische teksten. En ik zing. Er zijn inmiddels twee zanggezongen cd's van mij verschenen. In totaal zijn er al 10 cd's van mij. Ja. Met klankschalen en met visualisaties, wat ik ook doe voor mensen. En het is het hoofdzakelijk. Het in de wereld zijn, het in de natuur zijn op een wat meer vrije manier. Ik heb 38 jaar uur na uur gewerkt in mijn praktijk. En ieder uur kwam er weer iemand in mijn praktijk om hulp. En ik dacht, nou, ik ben een medium, dus ik mag dat doen en ik word daarin beschermd. Maar ik heb nu ervaren dat het belangrijk is dat je, althans in mijn geval, mijn opdracht, liefde te brengen naar mensen. Eigenlijk de grote liefde die in ons allen aanwezig is. In al wat leeft aanwezig is. En wat alles wat leeft doet groeien. Die liefde, die goddelijke liefde. Die kosmische liefde. Dat ik die mag brengen op andere manieren. En dat vult mijn dag. Harmen gebruikt geen andere medicatie dan de halfjaarlijkse injectie met dendritische cellen in het Medisch Centrum Keulen. Ieder half jaar krijg ik een soort controlebeurt, zal ik maar zeggen. Dat duurt nog een paar keer. Dus nog een paar keer, denk ik, een half jaar. En dan gaan we over naar een jaar of naar 2 jaar. Dat ik een extra stoot vitamine krijg. Maar ik krijg überhaupt geen medicatie. Dus alles. Ik gebruik alleen maar vitamines en mineralen. Iedere dag. En ik moet weer uitkijken met eten. Dat ik weer niet te veel ga eten van allerlei dingen. Want dat sluipt er zo in. Maar op een zo natuurlijk mogelijke manier. Dus voedsel tot je nemen, zeg maar. Harmen blijft wel op zijn voeding en leefstijl letten. En volgt in grote lijnen het houtsmuller-dieet. Ik eet geen vlees. Ik mag eventueel af en toe wel eens iets vlees, maar daar heb ik geen behoefte aan. En dat is dan hoofdzakelijk kalkoen, wat ik mag. Maar ja, dat heb ik überhaupt niet gehad, hoor. Dat ik een dikke biefstukken nodig had of zo, om me goed te voelen. Maar salades en groenten, een eitje vind ik erg lekker. En zalm hou ik persoonlijk erg van. Dus wat vis en verder vegetarisch. Meditatie is ook een vast onderdeel van Harmen zijn dagprogramma. Ja, ik mediteerde al vanaf de jaren 80 ongeveer. Heb ik
ben ik TM gaan doen, transcendente meditatie. En ja, dat heb ik heel consequent iedere dag gedaan. Normaal ben ik nogal een vrij persoon en dat doe ik op de moment omdat ik ook mijn eigen werk en mijn eigen baas ben. Ben ik niet zo gebonden aan wat een ander zegt dat ik moet doen. Maar meditatie hoort bij mijn leven. Eigenlijk verinnerlijking, hè? Het in jezelf keren. Het is heel belangrijk om daar, voor mij althans, om daar mijn kracht uit te vinden. En opnieuw, je wordt eigenlijk iedere dag opnieuw geboren. Dat is echt zo. Als je 20 minuten mediteert en je komt uit die meditatie, dan is je vermoeidheid weg. En dan is, ja, alles om je heen is weer anders. First time ever I saw his face, it was if the sun lightening my heart. He saved my soul with his love till the end of time. That was the first time ever I saw his face. Harmen heeft na zijn herstel zijn leven weer opgepakt. Hij werkt niet meer als energetisch therapeut, maar is wel als beeldend kunstenaar blijven werken. En daarnaast geeft hij lezingen, workshops en voorstellingen. Op die manier wil Harmen anderen blijven helpen. Ik heb in Orpheus in Apeldoorn een healing song, healing mantra programma gehad met gospels. Die ik zelf gezongen heb met mijn toetsenist Peter Moor. En we hebben 3 kwartier opgetreden voor bijna 1200 mensen. Die zaal, die Orpheuszaal, was praktisch uitverkocht. Maar ik wil graag... mag ik het zo zeggen? Ik ben niet aangesloten bij een kerk, maar alles wat ontstaat, wat groeit, is positief. En dat is liefde. En ik wil graag dat aan mensen duidelijk maken, ze vertellen. En zeggen van, je hoeft niet, als je je opgesloten voelt, daar te blijven zitten. Het zijn altijd weer keuzes die je heel persoonlijk zelf maakt. Het is jouw verantwoording. Want ja, wat mensen dan zeggen algemeen, ja, je praat makkelijk. Maar ik moet luisteren naar mijn baas en ik moest luisteren naar mijn man of naar mijn... En andere mensen, je bent je eigen autoriteit. En als je zegt, ik doe het niet meer, ik verrek het. Dan gaat die ander nadenken. Oh, dan wordt de situatie anders ineens. Hè? Oh, als die persoon het echt meent, van ik doe het niet meer. Ik doe niet meer mee met dat patroontje. Ja, wat moet ik dan? Want dan ben ik ook niet meer op die plek de baas. Dus je brengt beweging. En er mag natuurlijk niemand de baas over je zijn. Dat ben je zelf. En als je dat realiseert, dat je je eigen leven voor een groot deel in de hand hebt, dan krijg je meer eigenwaarde. Hou je ook meer van jezelf. En als je een goede relatie met jezelf krijgt, dan kun je vanuit die kracht die je uitstraalt, ook een veel betere relatie met je omgeving krijgen. Dat gebeurt vanzelf. Als ik angstig had geleefd, als ik zou denken, oh nou het lukt vast niet. Die behandelingen bij professor Gordon, die slaan absoluut niet aan voor mij. Ik ben overtuigd
dat in het genezingsproces een rem teweeggebracht zou hebben. Ik heb volledig vertrouwd. Ik ben meteen wel aan mijn creatieve proces begonnen. Ik ben meteen beginnen te schilderen. En ik dacht, oké, nou, als het morgen afgelopen is, dan alles wat ik vandaag heb mogen doen, dat moet in ieder geval het teken staan van plezier, van positieve dingen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar ik spreek voor mezelf. Ik ben er ook klaar voor om naar het grote licht te gaan. Dat is heel emotioneel voor mij. Maar ik hoop wel dat ik nog 10 jaar mag verder. Ik heb nog veel te zeggen, veel te doen. Wie contact met Harmen wil, kan dat doen via zijn website www.harmwagemakers.nl. Meer informatie over dendritische celtherapie, hyperthermie en richtlijnen voor een gezonde leefstijl kunt u vinden op de websites van Kanker Actueel en het Medisch Centrum Keulen.